Dames en heren, goedenavond. In Utrecht is met grote verslagenheid gereageerd op het plotseling overlijden van David Di Tommaso. Franse verdediger van FC Utrecht overleed afgelopen nacht op 26-jarige leeftijd in zijn slaap. Hij laat een vrouw en een kind achter. De doodsoorzaak is niet bekend. Met ontzetting namen spelers en supporters kennis van het trieste bericht. Onze speler David Di Tommaso is vannacht volkomen onverwacht overleden. Natuurlijk gaan onze gedachten op de eerste plaats uit naar Davids vrouw en hun zoontje. Voor hen is het overlijden van David een drama. Iedereen bij FC Utrecht is kapot van deze trieste gebeurtenis. Het nieuws over de dood van David Di Tommaso kwam keihard aan. Ongeloof bij supporters die zich verzamelen bij het trainingscomplex van de club. De spelers hadden vandaag een vrije dag, maar zij kwamen bij elkaar om steun te zoeken. De pers blijft op afstand. Er komen oud-FC Utrecht-spelers naar Utrecht. Hans van der Haar en hier Feyenoorder Pascal Bosgaard. Het beeld zegt veel, ook hij kan niet geloven wat er gebeurd is. Dit jongetje krijgt van de mensen van de beveiliging te horen dat hij de bloemen voor Di Tommaso bij het stadion mag neerleggen. Het is dan aan het einde van de ochtend en een van de spelers die het vreselijke nieuws als laatste krijgt te horen is Ricky Kruis. De spelersgroep wordt bijgepraat over wat er die nacht met Di Tommaso gebeurd is. Zondag stonden ze nog met hem op het voetbalveld. Ondertussen bij het stadion, tientallen supporters hebben zich daar verzameld. En er is een klein monument voor Di Tommaso gemaakt. Bloemen, foto's en heel veel verdriet. Natuurlijk willen de supporters weten wat er precies gebeurd is, maar er is nog heel veel onduidelijk. Gisteren heeft hij nog gewoon de uitlooptraining gedaan. Daar bleek niets van dat hij zich niet goed voelde. Gisteravond is hij uit eten gegaan en aan de afloop zei hij wel dat hij het vermoeden had dat hij wat te veel gegeten had. Dus hij is wel eerder naar bed gegaan en helaas vannacht overleden. De precieze doodsoorzaak, daar kan ik ook nog geen mededeling over doen. Dat is dus ook voor ons nog onbekend en daar wordt nader onderzoek naar gedaan. De komende dagen komt er mogelijk meer duidelijkheid over de plotselinge dood van de Fransman die vorig jaar nog tot speler van het jaar werd uitgeroepen door de eigen FC Utrecht supporters. Ze zullen hem missen, David Di Tommaso. Trainer Fouke Boy reageerde via de website van FC Utrecht. We zijn met stomheid geslagen, hier zijn geen woorden voor. Dit is de zwartste bladzijde in de geschiedenis van FC Utrecht. We gaan David als club een waardig afscheid geven, want dat verdient hij. Naast directe collega's van Di Tommaso kwam vandaag ook een aantal spelers van andere clubs naar de galgenwaard. Onder wie ook Ajax-speler Wesley Sneijder. Jongens, respect, hè? Wesley, mooi gebaar. Werd goed ontvangen hier. Ja, prima. Ik denk dat het ook hoort. Ik denk dat dit boven de rivaliteit uitstijgt. Ik denk niet dat je hier nu, omdat de rivaliteit is, dat je dit moet laten. Ik denk dat het een goed gebaar is. Ook vanuit de club uit natuurlijk. Hè? Want het is niet alleen voor mij persoonlijk, maar natuurlijk ook. Maar ik denk dat dit dat is wat wij in een zeer korte periode konden doen naar Utrecht toe. Naar de speler toe. En ik denk als je terugkijkt als je zondag staat met die jongen op het veld, dan ziet hij er fit, gezond en als een van de beste mannen uit. En dan is dit voor mij onbegrijpelijk en heel erg triest. Ik had liever van het weekend met 10-0 verloren als de jongen er nu nog was geweest. En dan zie je maar dat voetbal een onderdeel is en niet het belangrijkste is. David Di Tommaso begon zijn carrière in zijn geboorteland bij AS Monaco. Daarna speelde hij 4 jaar bij Sedan. David Di Tommaso maakte aan het begin van vorig seizoen de overstap naar FC Utrecht. Daar ontwikkelde de speler van Jong Frankrijk zich tot een sterke verdediger die meteen een basisplaats afdwong in het team van trainer Fouke Boy. Di Tommaso miste vorig seizoen slechts 3 competitiewedstrijden van zijn club.
Bij de supporters van FC Utrecht was hij bijzonder populair. In zijn eerste jaar bij de club werd hij meteen uitgeroepen tot de beste speler van FC Utrecht. Ook dit seizoen had Di Tommaso een basisplaats bij FC Utrecht. Hij speelde tot nu toe alle competitiewedstrijden. Afgelopen zondag speelde hij zijn laatste wedstrijd. Utrecht won in de eigen Galgenwaard met 1-0 van Ajax. Het was de laatste overwinning van een talentvolle voetballer die slechts 26 jaar werd. David Di Tommaso. De supportersvereniging van FC Utrecht heeft vrij snel na het bekend worden van het overlijden van Di Tommaso een condoleanceregister geopend op internet. En daar hebben inmiddels al bijna 7000 mensen hun medeleven getoond. Ook de vroegere club van Di Tommaso, Sedan, heeft zo'n condoleanceregister. In de buurt van de plaats Sedan zal vrijdagochtend een herdenkingsmis worden gehouden. De KNVB heeft de wedstrijd van FC Utrecht tegen Willem II, die voor zaterdag op het programma stond, uitgesteld. In het Jullie horen opnieuw een nummer van Roberto Torso toe. David was niet alleen geliefd bij de supporters, we hebben dat gehoord. Hij was erg geliefd bij jullie. Maar dat was hij ook bij zijn teamgenoten. En namens hen en samen met hen spreekt nu de aanvoerder van FC Utrecht, Jean-Paul de Jong. Lieve Oldrich, Noah, familie, vrienden en supporters. Woorden schieten tekort, want die zijn er gewoon niet. Ik vertel over David, of eigenlijk Dito. Zoals wij hem noemden. Dito was een speler die zich in korte tijd zeer geliefd heeft gemaakt in de spelersgroep. Hij was druk bezig de Nederlandse taal te kunnen spreken. Wanneer Dito een gesprek niet meer goed kon volgen, zei hij de woorden bla bla bla. En wisten wij genoeg. Hij was ook in staat om ja te antwoorden. Terwijl het eigenlijk nee moest zijn. Het waren vaak niet de woorden. Maar des te meer zijn lach en humor waarmee hij zijn verhaal vertelde. Met zijn inzet, inzicht, vrije trap, mentaliteit en gedrevenheid was hij in het veld een voorbeeld. Iemand waarop je altijd kon rekenen. Samen hebben we veel gewonnen en ook verloren. Maar dit is onze grootste nederlaag. We moeten helaas verder zonder jou. Maar we staan voortaan wel met z'n 12 op het veld. Want jij zou altijd bij ons. Voor ons blijf je de nummer 4. Wij willen namens de hele spelersgroep, Oldrich,
Noah, de familie en alle vrienden van Dito heel veel sterkte wensen bij het verwerken van dit grote verlies. Wij zullen je missen. Salut, Emes, Tito. Walk on.